Hallo, ik ben Anne-Floor Brouwer. Ik ben hier 4 jaar werkzaam als docent. En sinds dit jaar werk ik ook bij het Practoraat Media Wijsheid. Bij het team waar ik werk, en de teams inmiddels, daar zie ik vaak dat docenten dingen gebruiken als PowerPoint en YouTube en dan een Kahoot om het iets interessanter te maken of af te wisselen. Maar er zijn nog zoveel meer gave dingen die je kunt doen. Op mbomediawijs.nl daar staan bijvoorbeeld heel veel lesplannen, instructiefilmpjes over digitools en heel veel dingen die we kunnen toepassen in de lessen. En daar laten we nog wat liggen, vind ik zelf. Een concreet voorbeeld dat ik vaak zie is bijvoorbeeld de beruchte Beamer-app waarmee de studenten de Beamer uit kunnen zetten. Als we daar een beetje omdenken en dus zelf denken, waarom download ik die app niet en zo hoef ik nooit meer naar de afstandsbediening te zoeken en zet ik hem zelf aan, denk ik dat we daar dan een beetje mee winnen. Daarom ga ik ook experimenteren. Mijn experiment is door Teams te gebruiken en in te zetten in de klas met de studenten en OneNote Classbook daarbij te gebruiken. Zo kunnen we dan een leeromgeving gebruiken, maken voor de studenten, waarbij we hen ook thuis bijvoorbeeld kunnen begeleiden bij hun huiswerk maken. Daar ga ik mee experimenteren en daar zal hopelijk dan ook weer, als het gelukt is, te zien zijn bij mbomediawijs.nl.